Zo leuk, net even gekeken. Ja, maar dan ben je zo. Het is maandag. Het is officieel Koningsdag. Maar ik heb niet wat zoveel mensen hebben van ik ga thuis Koningsdag vieren. Ik vind Koningsdag leuk als je dingen te doen hebt. Maar ja, die zijn er allemaal niet. Dus ja, dan houdt het voor mij gewoon een beetje op. Dus gewoon business as usual. Ik ga even de bedden afhalen. Alle bedden goed wassen. En dan zo even boodschappen doen. Dat moet wel echt. En ja, niks bijzonders. Sarah is nu even lekker voor de deur aan het spelen met twee buurmeisjes. Dus die heeft helemaal naar de zin. Het is verder wel heerlijk weer, dus dat komt mooi uit. En ja, zo gaan we er toch gewoon een mooie dag van maken. Ik heb trouwens net wat leuks gekregen. Dat ga ik eens laten zien. Ik maak weer heel veel herrie altijd als ik de camera neerzet. Nou is het natuurlijk heel lekker weer, maar vanaf morgen wordt het weer slechter weer. Dus deze komt wel van pas. Ik heb deze hele leuke trui gekregen van Warehouse. Ik vind die mouwtjes wel echt heel erg leuk. Die zijn bewerkt. En dan boven ook een roesje. En van Selected Femme heb ik een rode pantalon gekregen. En die vind ik ook wel echt heel leuk. Het is alleen een beetje gekreukt, dus... Maar ja, altijd welkom. Rood had ik nog niet, dus ja, die ga ik dadelijk even strijken. Nee, ik doe ze eerst wassen. En dan kunnen ze de kast in. Hoho, en ik weet niet of de supermarkt eerder open is of pas om 12 uur. Dus ik wil ze boodschappen gaan doen, maar ik denk ja, als ik nou sowieso na 12 ga, weet ik in ieder geval dat ik niet voor niets sta. Dat vond ik op zich wel een prettige keuze. Dus we doen zo eerst even lunch hier en dan gaan we lekker op de fiets. Het is wel echt, echt heerlijk weer. En Mimiel, kusje. Je doet het ietsjes beter hè vandaag. Wil je laten zien? Kom eens. Kom eens mee zien. Aha. Nou, ze is nog niet heel veel beter, maar ze is iets beter dan gisteren hè. Maar je bent zo uitgerust, ze drinkt heel slecht, dus ze droogt helemaal uit. Het is echt sneu. Dan ga je zo met het spuitje nog even wat water geven. Je drinkt zelf echt te weinig momenteel. Nou, ze loopt heel wankel. Maar gisteren liep ze bijna niet en nu loopt ze toch wel weer de kamer rond. Dus laten we hopen dat het beter gaat gaan nog. Oh, ik ben weer lekker scherp. Ik ben maar alleen gaan boodschappen doen, want ze hebben het koningsspelen in de straat voor koeltjes. En Sarah wilde heel graag blijven, dus dat heb ik met de buurvrouw nu afgesproken. En die heeft een nummer, dus die kan bellen. Dus zij helemaal gelukkig. En voor mij is het ook al makkelijk boodschappen doen. En ik kwam Louise tegen, dus we fietsen samen naar huis. En ik heb geen idee waar ik mee kan. Ik probeer op de weg te letten. Ja, gezellig. Volgens mij heb ik de lucht gefilmd en de straat gefilmd en alles, behalve ons. Dus nou, het is wel gezellig om zo naar huis fietsen. Het is zo druk. Het is niet normaal. Echt. Ja, maar ook de supermarkt. Hou op hoor. Het was echt niet normaal, weet je. Overal ellenlange rijen. Het gaat nergens meer over, echt. Zo leuk, net even gekeken. Ja, maar dan ben je zo. Met een beetje creativiteit kan je echt wel heel veel doen voor de kindjes. Dus het was echt heel leuk. Ik heb expres niet gefilmd, want ik vind het niet nodig om al kindjes in beeld te zetten. Ja, Mimo die ligt nog steeds op apengapen. Ik ben nu een beetje weer in huis aan het rommelen. Hi, ga je er wel voor zitten? Wat heb je nou in je neus? Dus maar, ja, het is echt sneu als ze erbij loopt. Ja... Wil je wel even knuffelen? Hi. Dus en ik mag zo weer gaan eten. Een dag die vliegt voorbij. Oh, en ik mik af en toe zo lekker.
Oh, ik hoor mijn kind. Maar ik wil even vertellen. Al met al toch nog wel een hele leuke dag geweest. Sarah ligt nog op bed. Marco die is aan de auto aan het klussen. En ik heb even thee gezet. En ik hoop zo dat die auto af is. Want er moesten banden vervangen worden en nog iets. Maar ik heb hem nu dus niet. En als het ze niet vanavond lukt, dan heb ik dan ook even geen auto. Maar goed, er zijn ergere dingen in het leven. En ik ga editen nu. Ik denk, ik ga het gelijk doen. Het is nog licht, het is nog vroeg, het is buiten wel koud. Maar dan heb ik dat in ieder geval vast gedaan. Oh, kijk hoe mooi deze lucht. Ik weet niet of je het ziet op beeld, maar helemaal light flares door de lucht. Dat is echt mooi. En toen besloot ik voor de zoveelste, duizendste keer weer kastjes te gaan opruimen. Dus ik ga dit stuk even opruimen, want het is echt complete chaos. Hier wordt alles ingegooid en ik heb allemaal van die bakjes en die gebruik ik heel veel. Ik doe heel vaak eten voor opa in vriezen, want voor opa is koken niet altijd te makkelijk meer. Maar echt, alle bakjes zijn andere vormen en ja, dat is echt zo groot op te ruimen. Omdat het natuurlijk niet in elkaar past. Kijk, ik heb bijvoorbeeld deze bakjes, daar doe ik vlees in vriezen, maar dit stapel je op. Dus dat is ideaal. Maar de rest, dat is één grote chaos hier weer, een andere maat. Dus ik ga het even allemaal uitzoeken. Mijn kastje is weer netjes in zover het lukte. Soms heb ik echt te veel spullen. En dat is niet goed. En nu ga ik lekker popcorn maken. Want daar heb ik trek in. En ik maak het altijd vers. Dat vind ik toch altijd het allerlekkerste. Lekker popcorn. Het is weer laat en ik ga weer veel te laat slapen. Dus ik wil nog even snel de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei.